Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag, 8 augustus 2016. Is het bulletin van maandag. Vandaag is er Morse en een SSTV-plaatje in PD90. In de afbeelding is een fotocollage van mijn meest recent aangeschafte korte golftransceiver te bewonderen. Dat is een DSW-2 van het merk Small Wonder Labs. Dat zal niet iedereen wat zeggen, maar het low-cost apparaatje voor één band heeft onder andere de volgende eigenschappen. 4 watt op 40 meter in telegrafie. Het zendvermogen is regelbaar. Frequentiestapjes van 200 en van 50 hertz. Er werkt verder full break in. En bijzonder is de digitale uitlezing die je op de foto's niet zult terugvinden. De digitale uitlezing werkt in Morse in de snelheid waarin de ingebouwde keyer is ingesteld. Het apparaatje is ongeveer 10 bij 10 bij 2,5 centimeter groot. Verschillende mensen, waaronder Jan, Adrie en Hans, sturen mij het licht vermakelijke bericht over de middengolfzender Radio Maria, waarvoor mijn dank. Het bericht haalde in de komkommertijd van nu zelfs de landelijke pers. Radio Maria heeft het zwaar. Krap een jaar geleden moesten ze een hoge antenne in de steek laten omdat die te gammel was om nog te laten staan. De eigenaar blies de mast op. Om toch te kunnen zenden werd de zender, een veel zwakkere, opgesteld op het dak van een klooster in de plaats Aarle-Rikstel. Op de site radio-tv-nederland.nl is de nogal geïmproviseerd ogende antenne van het station te bewonderen. Net als de andere wat grotere middengolfstations en de oproepstations op FM heeft Radio Maria de verplichting om zowel op de etherfrequentie het programma aan te bieden als via DHB+. Voldoe je, tenzij door overmacht, niet aan een van deze twee vereisten, dan loop je de kans om je vergunning kwijt te raken. Enfin, de nonnen in het klooster worden dus geteisterd door de veldsterkte van het 1 kilowatt sterke omroepsignaal dat vanaf hun dak wordt uitgezonden. Het is goed om het evangelie uit te dragen via zo'n zender en dat bedoel ik ook respectvol, maar het is toch wat veel als die uitzendingen ook op de geluidsinstallatie van de mis uit de luidspreker komen. En nog erger, uit een aantal gehoorapparaten van de vermoedelijk deels al bejaarde bewoonsters. Kortom, de zender is dus onlangs uitgeschakeld totdat een nieuwe, wat meer hoogfrequent tolerante locatie daarvoor is gevonden. Ja, en de oorzaak van het uitvallen de afgelopen dagen van de Daily Minutes op de repeater was nogal een simpele. Eigenlijk moet ik daar ook wel licht om glimlachen. Ik had vorige week met Misha besproken over het uitsturen van het audio in de uitzendingen, met name van SSTV en van Morse. Het bleek daarbij in de praktijk geen verschil te maken of ik SSTV en Morse hard of zacht instuur. De repeater regelt dat naar ongeveer hetzelfde niveau steeds. Omdat ik het zelf liever wat zachter wilde en het kennelijk niet eens zoveel uitmaakte, heb ik dus zowel de Morse als de SSTV standaard een stuk zachter gezet. Morse is daarbij altijd nog wat zachter dan SSTV. Wat ik even niet aan gedacht had, dat is dat de uitzending met een Fox werkt. En die Fox die zit niet in de repeater, maar in de software van mijn Raspberry Pi hier. Met name de Morse was in een aantal gevallen niet meer sterk genoeg om dus die Fox nog open te houden. Dat verklaart ook meteen waarom de uitzending bij het SSTV plaatje weer in de lucht kwam. Het audio daarvan wordt zo'n 4 dB sterker uitgestuurd dan dat van de Morse. Met de herhaling van vanochtend heb ik beide weer wat harder gezet en het lijkt nu weer zonder problemen te werken. But it's certainly, no matter what, it's going to be smaller than other antennas, and that often makes all the difference. Yes. Now, with the small size of a loop antenna in mind, is that attractive to an apartment dweller, a condominium dweller? And if so, what are the limitations? Well, it can be. And in fact, one of the things about small loops is they can still be small loops even though they get bigger. I mean, you're talking about the very small loops. Yes. But life gets a little easier in terms of designing them to work well if they're larger. Let's say 20 or 30 feet in circumference. They're still perhaps less than a half wavelength, mm-hmm. but now the impact of the resistive losses is less, the intensity of the magnetic field is less, and people have put them to good use. So you can sometimes, people have put them around windows, let's say, in their mm-hmm. in their living room, and they're not too visible, and they can work. Now, they do suffer from the same kind of things that all antennas inside buildings suffer from, and that are two things. One is if they're attached to a wall, or there's a wall between them and the person you're talking to, the signal has to go through that wall, and depending on how that wall is made, you may or may not have a lot of loss in getting through that. True. But that's the same kind of thing whether you have a loop or a dipole or a whip. Or any kind of antenna, really. Any kind of antenna. So that's one thing. And the other thing is, because of these concern about magnetic fields, you do have to be careful in a building because presumably people are fairly close to you. So that mm-hmm. means relatively low power. But that's really true of all antennas inside buildings where yes. people are, unless you can segregate the areas so you have some distance to people. Keep in mind that it's not just the people in your apartment, if you're in an apartment building, but
you know, perhaps there's some kids playing 6 feet above you that you can't see on the living room upstairs. Right. So you have to take that into account as well. And all of that should be carefully considered in your calculations about RF safety, which are particularly important to do with any kind of indoor antenna. Oh, yeah. Absolutely. Okay. Very good. Well, I mean, the loop has the advantage, at least of size. And again, I'm putting myself back in the shoes of the apartment dweller. Size, relatively easy setup if he's not building the loop himself. He's even buying a commercial loop. He can set it up in his living room. He can operate with it, presumably, and then take it down once he's finished, correct? Yes, that's all true. Now, you talk about commercial loops. We talked about design considerations to reduce losses. Be very careful when you buy a commercial product. They all say they do a wonderful job, but make sure you look at them carefully and make sure that they actually did a good job in designing and building it, because some small potential loss in a loop can make a big difference. So they aren't all the same. No, it's quality construction does make a big difference in Absolutely. That case. Absolutely. Daily Minutes zijn dagelijks om 1900 uur te beluisteren op PI2NOS en 's ochtends om 10:30. Aanvullende informatie bij de uitzendingen is te vinden op www.pa0ete.nl. Mail verder gerust je tips, commentaar en desnoods prietpraat naar x-dv.me. Amateur radio, often called ham radio, is really many hobbies and passions under one name. From studying the stars, to creating new computer applications, to practicing their emergency communication skills every June on Field Day weekend, hams enjoy serving the community in many ways.